Goedemiddag. Ik ga even toch even een opname maken van de tuin waar ik nog van alles mee moet gaan doen. Maar ik heb bewust even gewacht omdat ik zoiets had van ja, weet je, het is nu zulk mooi weer gewoon in Nederland. Vroeger had ik het alleen maar in het Caribisch gebied, dit soort weer. Moest kijken, kijk of dat kan laten zien aan jullie. Dit is gewoon de mooie strakke blauwe lucht. Hoe bijzonder is dat? Normaal gesproken heb je dit soort lucht alleen maar in het Caribisch gebied. Hoe mooi is dat? Fantastisch. Kijk, die zon schijnt. Ja, wat net ook een cliënt. Ik zeg ook van ja, weet je, we moeten genieten van andere dingen in het leven op dit moment. Van de kleine dingen, weet je. Van een vogeltje wat blij is. De natuur, de moeder aarde is blij. Moeder aarde is heel erg blij. Dieren zijn blij, de natuur is blij. Die zon die is eigenlijk al vanaf de lockdown in maart is die eigenlijk al gewoon zo fel, zo fanatiek. Die, normaal gesproken is dat alleen maar in het Caribisch gebied wat ik meemaak. Daar kom ik normaal gesproken 4 keer per jaar. En waarom kom ik daar 4 keer per jaar? Omdat ik dan heerlijk kan opladen in de zon. Omdat ik mijn werk, ben heel blij en dankbaar voor mijn werk, wat ik mag doen, mensen helpen. Maar het kost ook heel veel energie. En het beste om op te kunnen laten is, voor mij is de zon. Een beter oplaadpunt is er niet. Dus mensen, geniet gewoon van het leven, geniet van de kleine dingen. En maak je niet druk over de toekomst, want het komt goed. Het komt allemaal goed. Misschien gaan we uiteindelijk wel weer naar ruilhandel toe, ook prima. Maar het komt zeker goed. Maar het wordt niet meer zoals het was, maar het is ook maar goed ook, want dat was echt niet normaal zoals het was. Mensen hadden alleen maar stress. Moesten meer. Zoveel keer per jaar vakantie, duurdere auto's, duurdere huizen. Mensen moeten met z'n tweeën werken om te kunnen rondkomen. Dat is ook niet normaal. We zaten met z'n allen in een red race. Ja, ik niet. Ik was er al 9 jaar geleden uitgestapt. Dus ja, wat dat betreft. Maar ik zou zeggen, geniet van de zon. Geniet van het leven. Geniet van de kleine dingen in het leven. Want dat is het leven. Dat is leven hoe het bedoeld is. Heb jij behoefte aan ontspanning? Wil je ontstressen? Maak dan een afspraak. En dan ga ik zorgen dat je helemaal weer ontspannen de deur uitgaat. Er is ook een speciale aanbieding heb ik voor jullie gemaakt. En daar kan je gewoon gebruik van maken bij de eerste behandeling. Oké, ik zou zeggen geniet ervan vandaag. Dat ga ik ook doen.